Ja, ik wil even iets zeggen tegen die ongelovigen en die twijfelaars die nog steeds denken dat het virus gewoon maar een griepje is. Dan heb ik voor jullie een verhaaltje over Joep van het Hek. Ja, ja. Luister goed. Joep van het Hek die schrijft voor de NRC stukjes. Nou, en daarin had Joep een paar weken geleden geschreven dat het virus was niet meer dan een stevig griepje. Dat heeft Joep gezegd. Nou, en hij zei ook dat de journalisten zich aanstelden met al die interviews met de experts en virologen enzovoort enzovoort. Dus Joep geloofde er gewoon geen ene moer van. Tot afgelopen donderdag. Ja, Joep besmet met het virus. Hup, het ziekenhuis in. Ja, ja, ja. En 3-4 hele zware dagen gehad met het virus in het ziekenhuis. Afgelopen maandag uit het ziekenhuis en moet nu verder thuis bijkomen. Onze Joep. Dus die Joep, die is er nu achter dat het geen gewoon griepje is. Nee, daar is Joep nu achter. Dus die heeft onmiddellijk getwitterd. Jongens, een tip van een ervaringsdeskundige. Blijf binnen. Dat zegt Joep nu. Ja, dus die Joep die is, weet ik veel hoeveel graden, omgekeerd en is nu helemaal bekeerd tot het virusgeloof. Ja, dus als jullie van de club twijfelaars en ongelovigen, als je nou weer eraan denkt dat het virus een gewoon griepje is, denk dan aan dit verhaaltje van onze Joep.